Werknemers van de drie opleidings- en onderzoeksinstituten van de Anton de Kom Universiteit zijn wederom in actie. De CELOS werknemersorganisatie, de Bond Technisch en Administratief Personeel en de Bond Personeel Medisch Wetenschappelijk Instituut besloten gisteren tijdens een belegde gecombineerde algemene ledenvergadering van de Werknemersfederatie Universiteit, WFU, unaniem de acties te hervatten. De bonden hebben ook het besluit genomen de Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren, de COL, erbij te betrekken. WFU en COL-voorzitter Hugo Blanker zegt dat de moederorganisatie zich vandaag gebogen heeft over de ontstane situatie. De acties zijn intussen geanalyseerd, zegt Blanker. Laten we zeggen dat de minister met ons een principe overeenkomst heeft. Weliswaar niet getekend, hij wilde dat niet tekenen. Toen we gezegd hebben dat we de zaak zouden voorleggen aan de achterban. Hij wilde het paraferen, hij wilde het tekenen. Maar we staan achter dat principeakkoord, het inhoudelijke. Wat de achterban gedaan heeft, is de achterban heeft een deadline opgegeven van al die punten. En we hebben de minister tijdig gezegd, tijdig geschreven. En als de minister niet wil reageren, als hij zegt dat hij dingen gaat voorleggen aan de raad van ministers, wanneer hij wakker is, kan hij dat doen en toen zijn wij actie. Het administratief en technisch personeel van de ADECUS is boos, omdat de minister zich niet aan zijn woord heeft gehouden. Er was namelijk een deadline afgesproken en die is gisteren verstreken. Minister Robert Peneu is dan ook schriftelijk op de hoogte gesteld van de hervatting van de vakbondsacties. Blanker vindt het niet kunnen dat de universiteit het geld dat onder meer voor personele uitgaven was gereserveerd, nu moet aanwenden voor andere zaken. Simpelweg omdat onderwijs de benodigde subsidie niet heeft overgemaakt. De bondsleden vragen zich af waar de achterstallige subsidie gebleven is en wie nu hiervoor moet opdraaien. En tussen begin november en gisteren heeft het ministerie op geen enkele manier contact met ons gemaakt hierover. En wij zijn de bond waar minister ons gaat laten zitten, laten we dat duidelijk stellen. We geven alle respect aan die minister en verwachten respect terug. Hugo Blanker, voorzitter Werknemers Federatie Universiteit WFU en de Confederatie van Organisaties van Landsdienaren, de COL. We spraken hem vanmorgen in het ABO-gebouw naar aanleiding van de werkneerlegging van de administratief en technisch personeel van de Anton de Kom Universiteit. Het is de bedoeling dat de bond vanavond wederom om de tafel gaat met onderwijsminister Robert Peneu om een oplossing te brengen in het ontstane probleem.